Nou jongens, het is 12 uur. We hebben echt de kevers lopen over mijn lichaam heen. Dat is niet normaal. Over het appartement zitten wel die beesten. Het is echt bizar. Nou, in ieder geval ben ik even veilig bij Hessel in de kamer, want daar zijn gelukkig geen beesten. Maar de hele woonkamer, de muggen, ging gewoon mijn neus in. Echt verschrikkelijk. Kevers over me heen, dat is echt geen lekker gevoel. Dus we gaan een berichtje naar de hoofd sturen en met bewijsfotootjes. Want ja, dit is gewoon echt dik kut gewoon. Dit is echt kut. Ja, het tweede gedeelte van onze trip. Ik heb er mega veel zin in. Ja, tijd om nieuwe parken te bezoeken. Let's go! Hey, ga je mee? Dit twee gaan weer op reis. Een nieuwe leuke trip naar pretpark Paradijs. Dus ga er goed voor zitten en reis je met ons mee. Nu gaan wij dus naar Oostenrijk. Joddeli, hoi! Hey, ga je mee? Vincent en Hessel gaan op pad. Een nieuwe leuke trip, nog steeds de achtbanen niet zat. Dus ga er goed voor zitten en reis je met ons mee. Tirolen in de Alpen, joddeli, hoi! Oh man, wat een nacht. Nou ja, ongeveer 5 uurtjes geslapen, toch nog wel. Heel erg warm in het appartement. Ik snapte ook waarom de ramen open stonden. Maar ja, die ramen die hebben wij niet opengezet. Die beestjes zijn nu natuurlijk niet meer te vinden. Dat is sowieso. Dus, nou ja, ik hoor Hessel. Hij komt terug met broodjes. Want ja, de oven werkte ook niet. Nou ja, werkte niet. Het was smerig. Hallo, Jan de broodjesman is hier. Met lekkere verse broodjes die niet uit de oven hoeven, die niet werkt. Ja, nee, echt, daar word je helemaal simpel van, hè? Lichtelijk. Ja. Maar we hebben toch nog redelijk geslapen, zei ik net al. En Gelukkig wel. ja. Weet wel een keer hoe het is om in de sauna te slapen. Ja. Ich war mit Wetter, das habe ich heuer auch zum ersten Mal. Also kenne ich normal nicht. Auch bei uns, wie gesagt, im Haus habe ich diese Schmetterlinge, Mücken, ich nur noch zack, zack, zack und saugen, saugen. Also. Ja, die vrouw kwam dus een verhaal halen. Nou, wel heel lief vrouwtje trouwens. En ze zei dus dat er een paar kinderen waren hier in het appartement die dus de horen eraf hebben getrokken. Nou ja, ze zeggen ook, ja, we leven op een boerderij. Logisch dat de beestjes komen. Ze vindt het natuurlijk wel ja, vervelend voor ons. Maar ze heeft zelf dus ook allemaal motjes en smetterlingen in haar huis, zei ze dus. Ja, ze vertelde ook dat juist doordat het heel warm is, dan weer regent, warmte, hitte, dat dan die beestjes een beetje de binnenplekjes opzoeken. En dat zijn dus juist ja, in appartementjes en zo en in huizen. Dus daardoor trekken die beesten ook wel heel erg naar binnen. En ja, dat zie je er dan wel vanaf, helaas. Ja, Dus ja. dus dan voortaan maar midden in de stad een B&B'tje dan. Ja, nou ja, op zich, ik vind het best wel leuk altijd zo ergens op het land. Maar ik vind het wel gek bijvoorbeeld, dan in Oostenrijk, daar hadden we dan. Dat niet, ja, je had wel vliegen, maar dat zijn gewoon van die Ja, grote kleintjes, maar ratten. ook niet in onze kamer of Nee, zo. maar Dat ze waren totaal niet niet. binnen, ze waren ja, daar allemaal niet. En hier Nee. dan wel, dus ja, dat is wel een beetje apart. Klimaatverschil of zo nog. Nou ja, je zit hier een beetje in hetzelfde klimaat, dus. Ja, dat wel, ja. Nou ja, weet je, het maakt ook niet uit, we gaan lekker gewoon broodjes eten en dan Ja, je hebt lekker broodjes gaan we gehaald. snel weg We nu. gaan lekker, ja, we gaan snel weg naar het park. Komt helemaal goed. Nou, het water wordt gewoon niet warm. En dit is oprecht de hardste straal. Dit is het. Ja. Nou ja, goed, dan moet ik maar afwassen in koud water. Hoppakee. Nou, en daarbij gaan we dus deze ja, kamer verlaten. Althans, het is nu geen horrorkamer meer. Even wat spullen nog inpakken en dan gaan we. Ja, weg hier. Zo, die zit dicht. Nou, wij zijn ingepakt. Ready to go. Ja, zo, het volgende park heet dus Bayern Park, hè? Ja, en dat is voor sommigen die ons al wat langer kijken misschien een bekende naam. Want wij zijn daar ooit eerder Ja, geweest. In 3 jaar. ja, in 2021 zijn we daar geweest. En ja, we hadden daar best wel een leuke tijd gehad. Alleen hadden we best wel de pech dat er wat attracties dicht waren. Zo, jouw teleurstelling was echt niet te omschrijven Ja, toen. want. Dat was echt, oh, jij zat te balen. En ik zei, hè, ze komt goed. Er zijn nog meer attracties dan die ene achtbaan die gesloten is. Ja, dat was ook zo. Maar het nadeel was dat het wel zeg maar een beetje de grootste attractie van het Ja, de park was. grote De highlight. grote lanceerachtbaan. Ja. En ik baalde daar heel erg van. Dus ik zei al tegen Vincent, we gaan gewoon ooit een keertje terug. En toevallig hebben ze vorig jaar een nieuwe achtbaan geopend.
Dus dacht ik van, nou, dat is een mooie tijd om... Maar niet alleen achtbanen, ze hebben ook een nieuw een indoor gedeelte waar we niet konden komen door de corona. Klopt, dat was vanwege coronamaatregelen was dat gesloten. En nu is dat wel weer gewoon open, dus... Mooi toch? Het hele park heeft een upgrade gekregen. Wauw, vernieuwde ingang, een entreeplein. Het is echt zo netjes geworden. Wauw. Ja, we zijn hier in 2021 voor het laatst geweest. 3 jaar geleden. Toen was er een van de grote highlights was dicht. De lanceerachtbaan. En ja, ik denk dat we die dadelijk wel gaan meepakken. Want volgens mij wordt het al een pareltje van het park. Nou, er is net een ongelukje gebeurd. Dus een rodel is zeg maar voorbij de remmen geschoten. En nou moet de operator moet dan zeg maar even de ding... gaan halen. Ja, er was een karretje die was gewoon, nou, die ging ineens de lift op. En misschien zei ze tegen die man van, er is net een leeg karretje de lift op gegaan. Oh, ja, die moet ik even halen. Ja. Blijf maar even hier wachten en laat niemand instappen. Nou, inmiddels zijn alle karretjes hier in het station terug. Dus, nou ja, we hebben niemand voor me. Nee, dat is wel absoluut dat scheelt, hè? Ja. Dat scheelt. We dachten al, waarom gaat die man met een rolletje duct tape naar boven? Nou, hij heeft dus deze stang, want die moet natuurlijk naar voren staan om gas te kunnen geven. En niemand zat... in het karretje heeft hij met duct tape waarschijnlijk hieraan vastgeplakt. Waardoor die stang dus naar voren bleef staan. Nou ja, ideaal toch? Het duurde eventjes, maar ik snap ook waarom. Want die lifthill duurt gewoon immens lang. Nou ja, maar hoor je niet klagen, want ik heb een heerlijk uitzicht en lekker zitten zo. Ik vind het fantastisch. Even kijken, kunnen we Hessel al zien, daarachter? Daar komt hij hoor, met zijn bakjes. Ook alweer een highlight van het park. Fantastisch. Na 3 jaar hebben we hem gedaan. En wat de mening is, dat houden we lekker voor de review. Lunchy, 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 lunchy. Lekker man. Lekker, lekker, lekker. Ja, we gaan dadelijk naar een ander park nog. Ja. Edelweiss heet het. Ja, klopt. We moeten even kijken of dat hoog blijft. Hij kijkt schattig, hè? Ja, op zich. Hij is veranderd, Hessel. Ja. Na 3 jaar is ook de mascotte daadwerkelijk als... ja, knuffel veranderd. En ik heb hem vorige keer ook gehaald. Ja, dan moet ik natuurlijk ook wel de nieuwe editie halen. Ja, op zich wel. Hij is wel schattig. Hij is een soort van volwassen geworden. Minder cartoonisch. Ja, nou ja, ja. Ik bedoel, waarschijnlijk loopt hij al een tijdje op het park. Dus dan mag hij ook wel volwassen worden, toch? Dat wel. Ja, en het park blijft natuurlijk ook renoveren. En wij zijn ongeveer op, even kijken, het is 1 uur. We hebben bijna alles gehad, omdat we ook wel dingen hebben overgeslagen. En we hebben natuurlijk 3 jaar geleden al veel dingen gedaan hier. Maar er zijn nog wel een paar highlights die we moeten pakken. Een vrije valtoren van 110 meter hoog, zei jij. En misschien wil ik stiekem die rafting nog een keer doen. Vind ik totaal niet erg. Dat is zo'n soort glijbaan en dan, het is super gaaf. Met een grote boten, we laten het ook wel even zien. Dat is misschien precies, leuk. Precies. Ja, we gaan nu naar die grote toren. Oeh. Ja, heb ik in mijn broek zitten, Hessel. Onze officiële laatste attractie van het park. Maar ja, op eentje na. Oh ja, de rafting gaan we daar ook nog doen. Ja, klopt, ja. Dat wil ik nog even laten zien. Oh ja, klopt. Goeie. Ja. Ja, we zijn er. Ja, deze is echt super. Deze is echt onwijs vet. We hebben een onrijd gemaakt tijdens de review natuurlijk, uiteraard. Nou, het eerste gedeelte overleefd. Het was niet zo spannend, hè? Nee, het was niet spannend. En nou nog even een paar minuten op de lifthill. Ja, schitterend. We kijken hoe dat park erbij ligt. Fantastisch. Zo, tot zover. Het park begint ook te regenen. En we zouden nog naar Edelweiss gaan, maar... ja, of dat... ja. Het is wel in de richting van waar we heen moeten. Dus wat we kunnen doen is dat we erheen rijden. En dan in de tussentijd misschien even op Buienradar kijken. Ja. En dan kijken of het droog wordt. Ja. Het is een klein park, dus we zouden met een paraplu zouden het kunnen doen. Maar voor de camera is het niet zo fijn om met de regen. Met de paraplu eventjes in de Alpine Coaster dan. Ja. Nou, we gaan eens een kijkje nemen in Edelweiss. Ze hebben wat unieke attracties. Maar niet heel veel. Dus ja, waarschijnlijk gaan we gewoon geen review maken. Maar gewoon eventjes globaal er doorheen. Heb jij een mooie plattegrond, Hessel? Ja. Ik heb ook capybara's. Capybara. En dit is eigenlijk het hele park, hè? Ja, dus wat we te zien is dat hier dus inderdaad 2 achtbanen komen. Hier dus zeg maar de Alpine. En hier zit nog een of ander uitzichtbakje. En je hebt nog een paar losse attracties. Ik zag ook nog een interactieve bootjesrit, een trekkerbaan. Dus maar die bootjesrit staat niet op dat bord. Nee, dat zijn volgens mij, wat je daar zet, dat zijn een beetje de hoofdattracties. En er zijn ook nog kleine attracties bij. Oh, dus toch wel. Oké. Er is wel iets meer. Oké, okay, en gelukkig. Natuurlijk... Dino's, natuurlijk is dat sowieso. Waarom niet? Altijd. Nou, dat is mooi. Een ticket is €14. Normaal wat duurder, maar omdat we dus later zijn, betaal je dus ook minder. Zo. Oh, die ticket moet erin. Scannen. Oh, zo scannen. Ja, denk ik. Gaat die? Ja, gaat. Oké, top.
We zijn binnen. Hoi. Hey. Mooi dat. Ja, we hebben lekker een regenponcho. Ik moet het doen in mijn t-shirtje. Ja, nou ja, weet je, het is een beetje rot weer. Het is een beetje, het is raak. Ja, nou ja, weet je, het scheelt, het is rustig, er is bijna niemand. Dus, nee, klopt. Nou, dat is mooi. Een ticket is €14, normaal wat duurder, maar omdat we dus later zijn, betaal je dus ook minder. Zo, oh, die ticket moet erin. Scannen. Oh, zo scannen. Ja, denk ik. Gaat die? Ja, gaat. Oké, okay, top. We zijn binnen. Hoi. Hey. Mooi dat. Ja, we hebben lekker een regenponcho. Ik moet het doen in mijn t-shirtje. Ja, nou ja, weet je, het is een beetje rot weer. Het is een beetje, het is raak. Ja, nou ja, weet je, het scheelt, het is rustig, er is bijna niemand. Dus, nee, klopt. Ja, ik wil eigenlijk mijn grote dure camera niet nat maken. Want ik heb daar vorige keer wat problemen mee gehad qua reparatie en dat de lens niet meer goed ging sluiten. Ik wil dat risico niet meer nemen. Nee, ja. Water en camera's zijn ook een beetje als zoet en zuur. Dat, vooral dat. Dus, en het is ook niet een heel groot park, dus ik denk, weet je wat, we doen gewoon even een vlogje maken in dit park. Ja, precies. Ja, kan wel, hè? Voor een keer, toch? Daarom. Het is een klein parkje en we gaan gelijk naar de highlight van het park, namelijk een Alpine Coaster. Ja. En ook zeer uniek. Volgens mij ook, ja. Nou, we kunnen in ieder geval Mr. Bean gaan kijken op een groot scherm, super droog. En nou ja, over bijzondere attracties gesproken, moet je kijken. Dit is ook iets heel geks, maar we gaan eerst naar de Alpine Coaster en die staat daarnaast. Kijk, hier zit ook nog overkapping erbij. Niet alle bakjes. En hier maakt ze dan de nieuwe achtbaan. Ziet er leuk uit met dat dak. Mooie locatie. Dat hele stuk daarachter, joh. Zo. Dat pakt flink wat snelheid, denk ik. Ik denk het wel, ja. Nou, daar gaan we dan. Ja, heel bijzonder dat die lift daarnaast, dat er voor een karretje is. Maar die gaat heel langzaam van de berg af. En ik weet niet of je de snelheid kan bepalen van die attractie. Maar het is eigenlijk gewoon een heel leuk bakje. Misschien is dat iets voor ouderen die misschien niet van deze attractie houden. Of niet durven of niet zouden willen. En je zit ook gewoon lekker droog. In dit geval is dat natuurlijk wel fijn. Ach ja, een beetje regen kan geen kwaad natuurlijk. Het is een beetje miserend. Nou, volgens mij is dit wel een flink hoge baan. Heeft een lengte van ongeveer meer dan 1 kilometer. Snelheid zou ik niet durven zeggen. Meestal gaan ze rond de 40, misschien 45. Ik weet ook niet of dat het glad is op de baan of een beetje nat is. Dat invloed heeft op de snelheid. Dat weet ik even niet. Maar het zou natuurlijk wel leuk zijn als het iets harder gaat. Ja, en zoals dit voor mij. Met een mooi rood lampje achterop. Ah, dit zijn wel leuke dingetjes. Gewoon door de bossen heen. Dan gaat echt langs de bomen ga je gewoon. Dat maakt het heel tof. Ook allemaal van die netten aan de zijkant natuurlijk. Ja, ik hou er wel van. Nou, na een lange rit zijn we boven. Ik zag dat er al heel lang geen mensen meer voor me waren. Dus we kunnen lekker gassen. Nou, let's go! Woo! Oh, lekker! Wow! Ja, oh, je kunt merken dat hij nat is. Oh, wat een gas, joh! Woo! Oh, wat lekker vol gas aan, hoppa! Woehoe! Oh! Woe! Wow! Zo! Jeetje! Woehoe! Woehoe! Gewoon lekker vol gas blijven gaan, heerlijk! Wow! Nou, we gaan eens instappen in die bakkies. En je zou bijna denken dat het een soort achtbaan is.
Maar het is gewoon eigenlijk een transportsysteem, want we gaan dus lekker naar boven. Jeetje. En volgens mij is dat ook echt daadwerkelijke tempo dat je naar beneden gaat. Ja, het is niet zoals de Alpine Coaster. Nee, zeker niet. Leuk, hè? Ik vind het wel bijzonder weer. Hij gaat ook eigenlijk niet de helft lager dan de Alpine, maar op een gegeven moment stopt hij wel bij dat huisje. En dan kan je dus ook uitstappen als een soort perron of een station. Dus je moet het zien als een soort kabelbaanachtig iets. Maar dan op een hele bijzondere manier gebouwd. Ja, zoiets. Ja. Je kunt ook volgens mij met glijbanen naar beneden. Ja, ik heb ook meerdere gezien. Ja, hier, daar. Leuk hoor, volgens mij is het allemaal vrij nieuw gebouwd ook. Zo ziet het er wel uit. Ja. Oké, dan zijn we boven aangekomen. Zo. Merk wel dat hij echt al afremt hoor. Heel goed afremt. Nou, hier kan je dan... ik denk chillen, maar het is allemaal nieuw bouw. Dus ik weet niet hoe dat dan zit. Maar... Ik denk als dat je nu voor nu blijft zitten. Denk ik. Ja, denk het ook. Nou, er is wel een heel mooi uitzicht ook. Dus als ze hier wat gaan maken. Hessel denk ik misschien wel een restaurantje of zo. Dan, ja, dan is dat ideaal. Op hoogte eten. Wij gaan in ieder geval door naar beneden, want het zal niet zo snel gaan als je denkt. Nou, een hekje sluiten weer. Is dat veiligheid natuurlijk, dubbele poortjes. Oké, daar gaan we. Ja, je hoopt eigenlijk dat hij niet remt, maar dat doet hij wel met volgens mij die magnetische rem hier aan de zijkanten. Ja, en aan jouw kant ook. Ja, klopt. Twee zijdes. Het is wel spannend dit hoor. Ja, er zit verder geen... Ik dacht zelf dat het misschien gemotoriseerd was, maar het is echt puur op de remkracht. Ja. Nou, hij gaat ook wel best wel stel naar beneden, hoor. Ja. Zo, stel je voor dat ze die magneten er even afhalen. Dan gaan we dood, jongen. Nou, dan mag je goed vasthouden. Zo. Hij heeft een redelijk tempo. Op zich wel, hè. Ja, je merkt het, hè. Je merkt het heel erg. Ja, je merkt dat hij echt remt, dat hij sneller wil. Ja, ja. Nou, het laatste bochtje. Echt wel stel hoor dit. Fantastisch. Jeetje, wat goed. Oh, wacht eens even. Ik heb deze wel eens gezien in Wiener Prater. En die had dan zeg maar nog een verlengstuk. Dit is dan maar één stuk. En die had dan nog een stukje waar je dan... Ja, bizar. Heel apart. Want het gaat als het goed is niet over de kop. Wat een heel raar ding. Ze hebben hier nog een reusrad. Kijk, we gaan het een beetje hoger opzoeken. In een echt een mini... Oh, je gaat ook nog rond. Hè? Oké. Okay. Ik dacht, het gaat maar... Dat is heel apart. Hij gaat ook nog rondjes. Die stond trouwens ook nog in... Tripsdrill. Aan het begin van het park. Ja. Zag ik nog een soort graafmachine. Je kan er nog graven daar verderop. Ja, wat een gek ding. Hij gaat gewoon helemaal rond. Leuk zeg. Van die soort van huisjes zijn het. Ik zie alpaka's daar nog. Het is ook een soort dierentuintje geloof ik. Vooral veel kinder speelattributen. Dus denk aan klimtoestelletjes met glijbanen, noem maar op. Ik weet niet wat erachter is. Misschien kunnen we daar nog even kijken, daar zo, bij dat gebouwtje daar. Ik denk dat we gaan kijken naar de bootvaart. En ik denk dat die bootvaart dan achterin is in het park. En daar ben ik wel benieuwd naar. Hallo? Hallo? Hoe is het? Ik krijg een beetje Legoland vibe. Want jij zei het net al, je moet de boot dus zelf sturen. Ja, ik zag een stuurtje. Dus, ja. Ja, en je hebt dan wel, de baan is breed genoeg. Maar het ziet er wel leuk uit, zeg. Een boothokje. Ja, mooi hoor. Nou, je hebt hier dus een pedaaltje. En inderdaad, het stuurtje. En ik denk dat je zelf gewoon alles kan bedienen, joh. En je komt dus langs allerlei dieren. Dat is toch leuk? Het is toch prachtig? Bootsimulator. Het vindt ze... Wacht. Het gaat goed. Nee, het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Wacht even. Oh, heerlijk. Dus in principe kan ik Hessel irriteren, want hij neemt ook een eigen boot, door stil te staan. Maar dan kan ik wel even naar de dieren kijken. Capybara.
Gaat goed komen, gaat goed komen. Ik ben een goede stuurman. Ja, bakboord aan zee. Hey, goed in parkeren, hè? Het liefst had ik achteruit dichtgeparkeerd, maar dat was een beetje lastig met een boom. Denk ik ook. Maar wel een leuk ding. Leuk, ja. Ja. En dieren onderweg. En diertjes. De stokstaartjes blijven ook super schattig natuurlijk. Lekker graven, hè? En ik weet niet wat ze vinden, maar ze proberen altijd van alles. Gangen graven, hè? En vanaf de stokstaartjes gaan we naar de tractorbaan. Is die open? Nou, daar gaan we dan in toevallig een blauwe. Was helemaal bij het kanaal natuurlijk. En nou, eens kijken wat we allemaal tegenkomen hier in de prachtige boerderij. In de mooie tuin van de farmer. Nou, ik denk dat hij daadwerkelijk wel echt rode kool ziet volgens mij daar. Ik weet niet zeker. Met kippetjes. Ook een schitterend uitzicht hoor. Kijk eens, wauw. Ja, het is een mooie locatie om een park te starten, oprecht. Want ja, de omgeving verandert hier niks aan, maar dat hoeft ook helemaal niet. Ze hebben wel graag werkzaamheden daar achterin. Ik weet niet wat ze daar aan het doen zijn. Maar ze hebben in ieder geval, als dit allemaal van hun is, kunnen ze behoorlijk uitbreiden. Ik zie daar nog een attractie, ga je op een eland. Super cute. We hebben daar een perenboompje. Ja, dit is een park waar nog heel veel uit te halen valt. Althans, ze zijn nu bezig met het bouwen van twee nieuwe achtbanen. En ik weet zeker dat ze in de toekomst nog veel meer gaan uitbreiden. Dus we houden dit park zeker in de gaten. En dan komen we nog wel een keertje terug. Maar dan praat ik over misschien 3, 4 of misschien wel 5 jaar. Of eerder, je weet het niet. Geen toeter, dat is jammer. Het stuur helpt ook niet. Ah, genoeg lekkere verse peertjes wat in groeien. Of appeltjes volgens mij, hè? Goedendag, jong. Hoe is het, jong? Goedendag. Oh, jong. Ja, we even kijken, jong. Oh. Nou, ik keek even achterop, maar je ziet dus echt allemaal boomstronkies van die takkies. Ja, leuk. Je weet wat ik aan het vervoeren ben natuurlijk. En dit was hem alweer. Geweldig. Leuk ding. U stem maar, jong. Oh, dat ga ik zo doen, dat mag van niet te leggen. Oh, ja, kijk, nou maar. Kom door, helemaal mooi. Zo, ik zeg, ik ga ook naar de volgende attractie. En dat denk ik op de laatste, dat is die meiboom. Oh, daar gaan we eens even kijken, hè. Oh, de boom. De boom. Ja, ik heb zo'n attractie nooit gedaan. Maar het leuke is, in het midden zit dus een hendeltje. En dan kan je zelf bepalen of je naar boven gaat of naar beneden. Ja, het is heel simpel, maar het is gewoon wel heel leuk. Voetjes van de vloer. En zie hier dan ook dat systeem. Auf, ab. Oh. Zo. Mooi uitzicht, jongen. Oké. Okay. Nou, ik ben je zat. Doei. Doei. En toch, ik ben een vreemd dat ik belangrijker ben bij jou. Dus, Nou, je ziet duidelijk hoe het werkt. Ik ga even op goede hoogte. Even kijken. Ab. Ja, kijk. Nee, je moet niet op dezelfde hoogte als mij gaan, dat vind ik niet leuk. Hé, hey, jongen, ga maar weer naar beneden. Doei. Ah, dat is toch leuk. En volgens mij gaat hij op een gegeven moment gaat hij dan naar beneden. En dan kan je volgens mij niet meer spelen met die... En dan gaat hij ook harder. Dan gaat hij harder, ja. Dus dan heb je toch een soort van... Ik geniet nog even van. Ja, ja. Ik geniet nog even. Even naar onder en beneden. Nou, natuurlijk wel even de ijsreview doen. Kijk eens. Oh, het is ook zo leuk, hè. Lekker het ijs te eten hier zo. Nou, want die kinderen zitten te lachen ook. En ze draaien dus blijkbaar ook films hier. Vandaar dat ook Finding in Nemo zagen aan het begin. Dus dan zullen de boxen ook aanstaan. Maar wel leuk, Mr. Bean is al tijdloos natuurlijk. En we gaan op de eland rijden nog. We pakken echt bijna alle attracties mee. Nou, ik zei tegen Hessel, we hebben al op verschillende dieren gezeten. De konijntjes in Plopsland de Pannen. Ezels. Kamelen. Paarden. En nu dan de eland. Dat is ongelooflijk. Ja, we kunnen natuurlijk geen afscheid nemen van het park. Als wij even naar de geitjes gaan om te voeren. En zo maakt ze weer gek, zit aan het draaien naar bakkie. En jongens, ik kan hier toch niet doorheen. Ja, maar jullie moeten... Nee, ik moet eerst rustig doorheen komen. Even opzij. Opzij. Nee. Opzij. Ja, maar hij gaat naar... Nee. Hessel, hij gaat...
Het is... Kom hier. Hey, hey. Help. Je moet de deur dicht doen. Ga weg. Ga weg. Ja, pas op, jongen. Het is ongelooflijk ook, ongekend ook. Hé, hey, even achteraan, ja, goed zo. Nee, ik heb niks, je kan wel kijken, maar ik heb niks. Hoi. Ach. Wat is... Wat is... Zijn broek wordt vies, omdat die beesten... Ik ben niet naar boven lopen. Die beesten springen tegen hem op. Nou, kom maar op, jongens. Ik word hem zeggen al. Hier, jij bent schattig, hier. Ja, ze weten het ook, hè. Ze weten donders goed. Ja, hier alsjeblieft, zo. Nou, we konden natuurlijk niet afsluiten zonder nog een keer die rodelbaan te doen. Jullie gaan beelden zien van mijn eerste keer in deze attractie. Leuk ook die kerstversiering aan de zijkant, die lampjes. En we gaan eens checken hoe hard gaat deze Alpine Coaster. Ik vind vooral het uitzicht is waanzinnig dat we zo hoog op de berg staan. Hoppakee. Oh, dit gaat wel hard, jongens. Wow. Zo. Hij heeft al een lekker vaartje. Maar ik verwacht dat hij dadelijk automatisch gaat remmen. Ik voel hem al een beetje. Woe. Maar het is een mooi tempo. Zo. Je voelt hem drukken, je voelt hem drukken. Wow. Woe. Wat diertjes aan de zijkant. Zo die bocht. Gaan we. Ja, hij remt in de bocht. Hij remt in de bocht. Gelukkig maar. Zo, deze is wel heftig, man. Deze is heftig. Maar wel leuk. Oh, zo! Vooral die bunny hops zijn zo leuk. Hoppakee! En we zijn er alweer. Hoppakee! En dat was het park. Edelwies. Edelwies. En het was echt heel vermakelijk. En achteraf dacht ik van, nou, misschien had ik toch wel een hele complete review voor kunnen maken. Maar dat hebben we ook redelijk gedaan op de video. Maar ik heb besloten om met Tess een keer terug te keren. Als het zover is dat die achtbanen komen en misschien nog wel andere uitbreidingen. Oh, ik hoop vooral dat tweede. Ja, want dat komt helemaal goed. Werkzaamheden. Nou, we gaan in ieder geval nu naar het appartement. Ik heb zo lang lopen editen, 50 minuten lang, dat we al bijna weer... Ja, een uur onder. Een uur heb ik geëdit voor de video. Maar goed, het is allemaal goed gekomen. Jullie gaan wat boys zien. Jullie hebben wat boys gezien. En nu gaan we dus naar het volgende appartement. Ja, en dan mag jij zo meteen een restaurantje uitzoeken. Ik mag dit keer gaan bepalen waar we gaan eten. Nou, dat is toch heerlijk. Ja, nou ja, wel, laat ik zo zeggen, wel in overeenstemming uiteraard. Uiteraard. Geen McDonald's of zo. Wat een prachtig weer. En moet je kijken wat er... Zo, jongens, het is echt donker. Ja hoor, daar is die. Helemaal niks meer te zien van het weer. Water. En ik heb wat gevonden. En dit wordt hem. En gelukkig is het al een beetje rustig met het weer geworden ook. Nou, we gaan eens lekker eten, hè? Nou ja, jij hebt het uitgezocht, dus ik ben benieuwd naar het was. Nou, het was betaalbaar en goede recensies. Dus dan denk ik van, nou, dat is prima. Dan moet het op zich goed zijn, toch? Ja, toch? Ik hoor wel heel veel drukte binnenin. Ja, ik ook, ja. Hopelijk hebben ze een plekje. Ja, het kan even een beetje lang duren voordat we eten krijgen, want het is zo rampenstampersvol. Maar ja, de feestjes daar, er is wel heel veel gezelligheid. Dat is ook wel leuk, hè? Ja, het is aardig aanwezig hier allemaal. We hebben vandaag niet zoveel mensen gezien en bij de pretparken niet. Dus eindelijk is wat mensen om je heen ook wel weer gezellig. Ja, en gelukkig dat jij allemaal met je soortgenoten hier bent. Oh, het duurt echt zo lang. We zijn nu al bijna een uur aan het wachten op eten. En het is niet helemaal vol in het restaurant. Er zijn wel veel mensen, maar het is echt niet vol. Ik heb honger. Oh. Nou, we gaan eens kijken naar het appartement genaamd Happy Home. We zijn al een beetje gesetteld. Nou, we beginnen maar even hier bij de gang. We hebben daar dan
de wc en natuurlijk ook gewoon nog lekker een douchie. Heerlijk. Kijk, douchie. Dan hebben we slaapkamertje 1. Nou, daar heb ik al een beetje lopen settelen. Alle spulletjes die liggen op te laden al. En trouwens ook nog weer heel mooi uitzicht. Hè? Kijk, is prachtig. Nou, beter kan niet. Dan hebben we hier nog een keukentje. Dus we zouden nog kunnen koken eventueel. Maar we zijn morgenochtend waarschijnlijk toch alweer weg. We hebben net lekker gegeten, dus dat zal het wel niet zijn dat we daar uitgebreid wat gaan doen. En hier is dan de woonkamer. En hier is Hessel zijn hele kamer. Lekker toch? Heerlijk. Ook weer een mooi uitzicht, zie ik. Ja, nou ja, dat kan je wel laten zien. Oh, nou, ik mooie bomen hier. Oh, ja, te prachtig, ja. Ja, nou, ik wil even wat juist laten zien. Wat is er? Er is namelijk nog een hele uitbreiding hier. Een uitbreiding? Heb je gewoon een XXL... Nou ja, laat ik zo zeggen, ik heb een geheime sneaky route naar jou, want... Nee joh! Hierachter zit jouw kamer. Oh, wat goed! Ja, dus we kunnen hier gewoon nog lekker chillen als we willen. En het is nog lekker. Oh, dan kunnen we wel lekker hier met een drankje zitten dadelijk. Nou ja, je zit hier droog. Ja. Als er geen vliegen of muggen of iets dergelijks komt... Dat wil ik niet meer zien vandaag, nee. Ja, daar ben ik tevreden. Nou, in ieder geval een leuk uitzicht met ook nog eentjes daar verderop. Nee. Nou, dit lijkt bijna echt... Nou mensen, dit was de video. Sorry voor de lengte van de video. Maar we hebben gewoon veel gedaan en veel gezien. 2 parken, een horrornacht. En gelukkig vanavond hopelijk gewoon een goede nacht. En ik denk dat wel goed gaat komen. Lekker slapen en ik zou zeggen tot de volgende keer bij weer een nieuwe video. En tot dan. Doeg!